Geen winnaar van de eindronde, maar wel goede kandidaten. Zoals steeds natuurlijk in deze quiz, de Jaren van Verstand. Tot volgende week, een week dichter bij het einde van de 20e eeuw. Tot dan, dag. Ja. Bill Gates, dat is nog even een. Gary Hager en Misha Mara en vele anderen hebben muziek in zich en zijn morgen lid van de Notenclub. Tot grote vreugde van voorzitter Gouwe Ouwe. Kort van Eegem, morgen op TV1. Vanavond in Panorama, Amazing Thailand. I was very rich. I have lost almost all of my fortunes and only try to survive in this bad economy of Thailand. So now I'm selling sandwiches with my former staff. Voor toeristen blijft Thailand verbazend. Voor de Thaise kinderen is de toekomst niet zo rooskleurig. Vanavond in Panorama. En straks het verhaal van Evita Duarte, die dankzij Juan Perón de leading lady werd van Argentinië in Great Romances. Stress is het onderwerp nu in Jan Publiek. Zo pas werd de mijnspanning hier gemeten, dus zo meteen weet u hoe stressbestendig ik ben. Heeft iemand als Helmoet Lotti daar eigenlijk ook nog last van en Jan van Rompuy zelf? Is de spanning dus te snijden achter de schermen van Studio 1? We gaan eerst eens kijken. 20 seconden. Camera 3. Ja, Albert. 15 seconden. Stilte alsjeblieft. Ja, 4. Oké, en terug naar 7. 10 seconden. 5, 4. En start bij 3. Goedenavond, dames en heren. Goedenavond. Dit is Jan Publiek, 40e aflevering. Dr. Luxwillen is de auteur van De kleur van stress, een verschijnsel waar we allemaal vroeg of laat mee te maken hebben en dat kan leiden tot zware depressies. Dr. Swin, ik heb uw boek vrij goed gelezen. Dan zou ik eigenlijk moeten nu er gestresseerd uitzien, is dat zo? Wel, het is al beter dan, ik heb u straks even ontmoet en moet zeggen, het is al heel wat geweest. Het gaat al een beetje beter dan... Dat daar straks. Ja. Maar wat zijn de verschijnselen? Buikpijn en is mijn bloeddruk nu hoger bijvoorbeeld? En wat, uw bloeddruk kan ik moeilijk van hier. Maar wat denkt u? ik denk wat zenuwachtig, de mensen zeggen, wat trekjes. Het gaat ja, straks je toch wat gespannen spieren. Ja, dat betert wel in de loop van de uitzending. De bekende Vlamingen, dat zijn vanavond dus Mick Linkspoor van Radio 1, die ook wel eens commentaar leest bij films. En die vorige week zei Mick dat je zo gestresseerd was. Dokters, ziet zij er gestresseerd uit? Ze ziet er vrij goed uit. Zeer kalm, maar. Zeer kalm? Zeer kalm, ja. Zeer rustig. Maar zal ik jou eens wat stress bezorgen misschien? Ja, nee, nog niet straks. Nee, mag ik niet. Wacht nog maar eventjes. Mick is dus een van de bekende Vlamingen, dames en heren. Daarnaast zit Jean-Marie de Dekker, onze coach van de judo. En Lucas van der Talen. Goedenavond, Lucas van der Talen. Welkom in onze studio. Goedenavond. Goedenavond. En dan is er onze Hoeke van het Land. U kent ze al van de vorige twee uitzendingen. Ik ben een beetje zenuwachtig. Ja, dat vragen we straks aan de dokter of dat zenuwachtigheid ook stress is natuurlijk. Ja, maar ik ben met zenuwen geboren hoor. Ah, met zenuwen geboren. En die heb je dan, ben je blijven houden gedurende de rest van de tijd. Absoluut, dat groeit aan. Ja. Ook Els is thuis werkende moeder en is gehuwd met een carrièreman, Els, die niet thuis is geloof ik, hè? Ja, dat is thuis gekomen van Barcelona. Ja. Heeft dan gisteravond mee naar een verjaardagsfeestje van een nichtje geweest. Ja, toch heel wat. Ja. Heb je er zelf last van dan of eigenlijk niet? Last van hem? Ja. Nee, bedoel van die stress van hem. Ja, dat kan van alles zijn. Jawel, ik heb stress. Ik heb last van hem en ik heb ook stress door hem. Maar
vanavond over. We gaan dokter Smedes even vragen. Dokter, als u dit panel nu bekijkt, hè, we laten ons één rij uitnemen. De tweede rij daar van de tribune, recht hier, de middentribune. Wie ziet er gestresseerd uit? Wacht, we gaan eens even kijken. Jean-Marie, daarnaast zit dan Christophe, dan heb je Leen, Lucas. Bekijk me goed, dokter. Wies, bekijk er ook maar heel goed. En Frank, wie is de meest gestresseerde? Wel, natuurlijk moest ik dat kunnen, zo op het eerste zicht, iemand typeren, dat zou wel leuk zijn, maar voor mij, Lucas, tot nu toe... Dat is, we gaan even terug naar Lucas, daar is hij, kijk, voilà. Ja. Lucas gestresseerd, is het waar of is het maar... Eigenlijk denk ik van niet, want ik heb helemaal nooit geen stress. Dus... Ah, ah, dat vind ik, hè, voor mijn eigen. Geen goede dokter blijkbaar, want dat ze dat al niet... Zeg, wat ziet u aan hem? Ja. Wel, het is al wat veranderd, maar ik heb zo gezien wat trekjes in zijn gelaat. En dan verschillende keren ook wat kijken op de klok. Als het al begonnen is, neemt u zorgen over, weet zo, ja. Beetje die. Ja, het is dus een meelevend man. Een heel meelevend man, ja. Waardoor hij natuurlijk ook de zorgen van iemand anders cadeau krijgt. Ja. Dat soort van dingen. Wat ja, je ziet dat echt zo snel? Wow, ik... Vandaag toch, ja. Ja. Wie heeft er nog de rest van het panel? Wie voelt zich... Ja, Frank? Ja, ik leef gewoon elke dag van 6 uur 's morgens, 6:30 tot 9 uur, denk ik ongeveer, compleet onder stress. De kinderen, het werk, sociaal leven, een beetje familieleven. Het is gewoon... Mijn leven is stress. Ja. Wie ik vind het niet erg. Wiens leven is er nog stress? Carina? Vooral mijn werk. En doordat ik dan alleenstaande moeder ben, sta ik dus voor alles in. Je bent metaalarbeidster, geloof ik, hè? Ja. Sta je aan de lopende band? Of wat? Nee, niet. Het is stukwerk. Maar stukwerk. Tijdens de zomer is het dus echt veel werk. En wij krijgen toch om het uur... ze zeggen ons dan, heb je nog maar zoveel gedaan of nog maar zoveel. En we moeten dus echt presteren. Ja. Ja. Vooral tijdens de zomer. Ja, Leen? Ja, ik ken dat dus duidelijk ook, stress. Als je als vrouw buiten huis werkt, je hebt gecombineerd dat met een man, met 3 kinderen, met deelnemen aan Jan Publiek, en je wilt dat allemaal ook nog heel goed doen, dan komt daar stress bij kijken. Ja. Maar ik ervaar dat eigenlijk tot nu toe eerder als positief dan als negatief. Ja. Goed, we gaan eens kijken naar een stukje beeldband en aan de dokter vragen aan Lux Winnen of dat dan eigenlijk stress is. Voetballertrainer Walter Meeuws in actie tijdens een wedstrijd van Lommel tegen Lierse. Dirk! Ja, is dat nu stress? Lux Winnen? Oh, voor mij was het toch wel een mooi voorbeeld van een gestresseerd iemand, maar je kan er wel goed mee omgaan, moet ik zeggen. Want een van de belangrijkste zaken is het uiten van emoties en dat lijkt je toch wel vrij... Ja, dat is duidelijk. Maar het moet voor hem toch wel een enorm stresserend moment zijn. En ik vond het juist fantastisch, omdat Walter Meeuws geeft altijd zo een afgeborstelde indruk. En hier heb ik voor het eerst veel sympathie voor Walter Meeuws, omdat hij godverdomme zegt zo. Ja, ik ben nog meer... Ik wil een beetje medelijden met die spelers, want die worden dan nog eens uitgescholden ook. Die moeten nog meer stress hebben dan... Ja, maar hij neemt ze al serieus. Hij gebruikt zo geen taalgebruik, zo om zwartel taalgebruik dat hij altijd doet in interviews. Ja. Hier is hij gewoon echt, dus stress. Zeer positief. Ja. Luc, wat is stress eigenlijk? Kun je dat omschrijven in één zin? In één zin, wanneer mensen meer moeten dan ze aan kunnen, dan hebben ze stress. Wanneer mensen meer moeten doen dan ze eigenlijk kunnen. Dan ze kunnen. Of minder moeten doen dan ze kunnen. Ja. Dat is ook stress. Dus niet de juiste man op de juiste plaats? Dat niet de juiste man op de juiste plaats. Ja. Wanneer de vaardigheden, de interesses van mensen niet overeenkomen met hetgeen wat van hen gevraagd wordt. Ja. Hoort dat bij het leven van, bij deze tijd, stress? Dat hoort bij het leven, ja. Dat is straks heel mooi gezegd. In de oertijd was het nodig om je leven te verdedigen in levensbedreigende situaties. Maar nu reageer je nog altijd op dezelfde manier, maar je krijgt dus een bom van energie. Ja. En dat is dus niet altijd nodig. Maar is het niet een beetje een mode, zo'n soort trend, stress hebben? Het is... Zo een van de ziektes, het is eigenlijk geen ziekte, geloof ik, hè? Het is geen aandoening. Wat is het? Het is geen aandoening, het is gewoon een aantal verschijnselen die je krijgt wanneer je capaciteiten niet goed overeenkomen met hetgene wat van u gevraagd wordt. Ja. En het kan natuurlijk, als het lang duurt, juist maken dat hetgene wat u gevraagd wordt, dat je dat helemaal niet meer kunt. Mm-hmm. Dus het is wel een vrij, als het ver gaat, een verlammend fenomeen. Ja, maar het is altijd ergens iets moeten doen wat je niet kunt of niet, waar je niet aan kunt en dan krijg je stress. Ja, het is niet goed, komt niet goed overeen. Vaardigheden komen niet goed overeen met wat van u gevraagd wordt. Ja, er klopt ergens iets niet. Hè? Het klopt niet, ja. Ja. Maar het beroep kan het natuurlijk ook meebrengen. Het beroep, ja. Wanneer je meer moet doen in je job dan wat uw werkgever van u vraagt, dan klopt het niet. Ja. Dan
Want er zijn, dames en heren, van die beroepen die mensen automatisch associëren met stress. Dat heeft vaak te maken met een grote verantwoordelijkheid of tijdsdruk of veel te veel dingen tegelijk moeten doen. Drie beroepen.